En president Desi Bouterse en echtgenoten hebben gisteren flink meegedaan aan de Pagwa-activiteiten. Ze waren eerste gast op het Shotelal-complex, waarna het staatshoofd en de first lady de eregasten waren tijdens het hardcore Goes Pagwa-spektakel op het Onafhankelijkheidsplein. Op beide plekken werd de president gekleurd met poeder. Op het Onafhankelijkheidsplein heerste een enorme drukte. Het Pagwa-feest staat in het teken van de overwinning van het goede op het kwade. Dit komt vooral tot uiting middels het strooien met poeder en kleurstof. Ook minister Suharto Mustaja van Arbeid en zijn echtgenoten behoorden tot feestvierend gezelschap, meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Bij zijn aankomst werd het staatshoofd bepoederd door aanwezigen en hartelijk verwelkomd. Behalve dat de president genoot van het optreden van muziekgroep Sukrutiki, kon hij zich ook goed vermaken met de bezoekers. Onder de aanwezigen werd veel met poeder gegooid. Enkele werden zelfs besmeerd met kleursel en pasta. Vele kinderen kwamen de president en zijn echtgenoten een shoepholi toewensen. Voordat het staatshoofd vertrok, heeft hij zijn danskunsten getoond door samen met de aanwezigen te dansen.